Oké, let's make banana bread. Je doet in een kom 2 bananen. 2 eieren. 1 volle schep proteïnepoeder. 10 milliliter honing. Dan 1/2 cup kwark. En dan gebruik ik deze zelfrijzende amandelmeel. En dan ga je het allemaal mixen. En dan het allerlekkerste stukje chocolade erheen. Maar natuurlijk wel helemaal klein gemaakt. Een bakvormpje erbij. En dan giet ik het daar in over. Dan gaat hij de oven in op 180 graden voor een kwartiertje. Oké, in plaats van een kwartiertje is het toch een 1/2 uurtje geworden. Maar ik ga ze eruit halen. En dan ik ga hem eruit halen. Haar. Wat het ook is, de cake. Pretty. Dan kan ik hem zo happlakke hierop doen. Dan ga ik hem eventjes in plakjes snijden. Oh mijn god, kijk hoe lekker dit eruit ziet. Ik ga het even af laten koelen. En het wijze stukje ga ik nu lekker opeten. Daar heb ik heel veel zin in. Ik bewaar het zo lekker in een bakje in de koelkast. En dan kan je de dag dat je het wilt eten lekker even 30 seconden opwarmen in de magnetron. En ik raad je aan om het een beetje te nemen met wat amandelpasta. Want dat is zo lekker hierbij. Of pindakaas. Maar gewoon een klein beetje eroverheen voor de smaak.